Hoi, ik ben Karsten. Vandaag loop ik mee met de boodschappenbegeleidingsdienst. En dat is een dienst voor ouderen die wat minder mobiel zijn en die bij het doen van boodschappen geholpen worden. Ik denk dat het belang van dit soort initiatieven in de toekomst alleen maar belangrijker wordt als je kijkt hoeveel zorgtaken op de gemeente afkomen. Dus hoog tijd om zelf eens de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen jaren heb ik met de boodschappenbegeleidingsdienst te maken gehad. Maar ik zou heel graag nu eens in de praktijk willen zien wat de boodschappenbegeleidingsdienst nou precies voor mensen betekent. We gaan even met de BBD? Ja. Goed zo. Mijn eerste indruk is dat het mensen zijn die echt al op hogere leeftijd zijn, zelfstandig wonen en net een klein beetje ondersteuning nodig hebben om ook in die situatie stabiel te kunnen blijven leven. Karsten Klein. Gaat u helemaal achterin zitten? Boodschappendienst, nou die is onmisbaar hoor. Ik kan alleen mijn boodschappen niet meer doen. Ik kan niet meer showen. Als je kijkt dat wij verantwoordelijk worden voor die zorg, ja, dan moet je ook over nadenken hoe ga je die zorg op een andere manier organiseren. En dit soort bestaande initiatieven vind ik daar gewoon heel kansrijk voor. Dat is volgens mij de zorg voor de toekomst en dat hoop ik echt de komende jaren nog meer te kunnen ondersteunen. Die boodschappendienst is heel belangrijk voor mij. Ja, we zijn geen 18 meer. En ik bedoel, ik loop moeilijk en vandaar ook dat ik met de boodschappenbegeleider die meegaat, die wordt gehaald en gebracht. En dat is enorm goed. Kijk, wat is u naar de eigen begeleider? Ja. Ja. Moet ik nou ook zeggen hoe blij ik met je ben? Dat mag u zeggen. Als u... Ja. Welke groente moet je? Banaan, kiwi? Ja. Komt eraan. Tomaten. Ja. Ik kan niet in de winkel lopen met de wagentje, omdat de mensen voor kwaad zeggen, jij moet thuis blijven. Je moet niet hier in de voeten. En dan ik blijf hier in de hoekje. En Ricardo of Jacqueline doet het mij uit. Doet het hier in de hoek. En bloed, ik voel, oh, dit is goed, dit is goed. En klaar. Ja, vind ik wel een beetje triest. Het is duidelijk dat ze gewoon begeleiding nodig heeft en dat mensen ook zien. Ik bedoel, ze is zichtbaar slecht zien, dat zie je. Ze draagt een zonnebril, ze heeft een stok bij zich. Dus dat mensen daar zeg maar geen rekening mee houden, dat vind ik zelf heel vreemd, moet ik zeggen. Best pijnlijk eigenlijk ook wel. Het scheelt wel zeg maar als je erbij bent en dat je iemand zeg maar zo kan helpen. Dus een beetje naar mensen zeggen van nou, kijk uit of maak een beetje ruimte. Dat zit er natuurlijk wel bij. Oh ja, en dat kunnen mensen niet altijd zelf meer zeggen. Ze zijn vier, maar... Ja, het zou mooiste zijn als je gewoon zelfstandig door de winkel loopt. Met z'n tweeën. Zullen we anders samen door de winkel lopen, dat u met me meeloopt? Nee. De mensen worden kwaad. Ja? Dan zullen we het voor de grap eens één keer vandaag anders doen? Ja. Zullen we dat doen? Ja, proberen. Zullen we het proberen? Ja, proberen. Gaan we het proberen. De belangrijkste boodschap die ik meeneem van vandaag is dat dit soort vrijwillige initiatieven, dat die essentieel zijn om mensen te begeleiden bij die zelfstandigheid. Je moet het gewoon samen doen. De overheid kan dat niet allemaal alleen. Je bent echt afhankelijk ook van dit soort vrijwilligersinitiatieven. Maar het is wel belangrijk dat de overheid, de gemeente, dat soort vrijwillige initiatieven ook ondersteunt. En op zo'n manier werk je als gemeente en als maatschappelijke initiatieven, werk je gewoon samen aan de zorg voor de toekomst.